bij zo'n man, er komt een moment, dan zit hij net als ons, voordat we naar bed gaan, in zijn onderbroekje. Met de ding op. Nee, in zijn onderbroekje op zijn bedje. Ik denk dat hij dat ding op heeft. En dan denk ik dat hij zijn onderbroekje uitdoet, dat ding opzet en met zijn blote lul door de kamer gaat lopen. Ik denk het echt. Ja, gewoon, en zij ook natuurlijk. Ja, voor de rol, weet je wel. Ja. Maar je moet dit toch niet al te serieus nemen. Nee, maar René, weet je wat mij zo stoort? Nee. Die mevrouw, die lag met hem te neuken toen hij nog getrouwd was. Ja. En als beloning was ze tot koningin gebombardeerd. Nou, ze had al een relatie met hem gehad voordat hij de Diana kreeg. Ja, maar zij was ook nog getrouwd en hij was ook getrouwd. Ja. Maar dat begrijp hij wil ik daar tampon zijn, zei hij omdat altijd. Omdat ze hebben liggen neuken, mag ze niet nu koningin worden. Nou, ik vind het nou niet. Als je een onbesproken gedrag zou moeten hebben in die functie, dan vind ik het nou niet de beloning om tot koningin gekroond te worden als je vreemd gegaan bent met de koning. Ja, maar als Rutte hier zit, zeggen jullie van hij heeft geen seks, dus dat, dan kan je geen premier zijn. Rutte, pas nou op als je iets over Rutte zegt, ben je een lul. Pas nou op, man. Nee, laat mij het maar doen. Rutte is in een fase, en dan moet hij iedere kut die hij aan kan pakken, moet hij pakken. Sorry, wat zeg jij nou? Ja, heb je nog een ander onderwerp? Nee, maar wat is dit nou toch? Nee, maar die man die heeft wat in te halen. Hoe weet jij dat nou? Nou ja, maar kijk, die man die hebben we eigenlijk een beetje betrapt. En dan heeft hij een leuk grapje thuis bedacht om zich daaruit te praten. Maar kijk, Rutte die had al lang een relatie gehad met een of ander hockeytypje als die vrouwenbloed had. Die Charles, hoe zou die nu thuis zitten inmiddels? Zou hij er een beetje klaar mee zijn of denk je dat hij er nog van geniet? Hij zat ook met een paar van die sasslingstokken op een gegeven moment. Heb je dat ook nog gezien? Moest gegeten worden. Was een soort... Ik denk, hè, dat... Nee, maar ik denk echt dat die twee s'avonds naar de tv kijken in een VI-ochtendjas. En dat ze die helm ophouden dan. Ja, dat denk ik ook. Wat een vertoning allemaal. En we hebben Charles nog even in badje. Tot slot natuurlijk, want Charles is op een gegeven moment ook wel klaar mee. Die trekt lekker die badjas aan en dan gaat hij lekker slapen. Ja. Kijk, dus... Nou, daar staat hem toch beter dan zo'n Sinterklaas kostuum. Volgens mij is het hartstikke strafbaar in Engeland wat jullie doen, hoor. Maar goed. Nou, deze gedragen badjas kun je gewoon krijgen bij ons op de site. Nou, bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag!